Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Vorige week hebben we al 3 aandelen vergeleken met elkaar. Maar dat waren de tech aandelen. En in deze video gaan we juist kijken naar de semiconductors. En wil je nou meer van dit soort video's zien, dan moet je je vooral abonneren op het tweede kanaal. Dat kanaal heb ik eigenlijk opgericht en is echt specifiek gericht op beleggen. Vooral ook op het actieve beleggen. Dus daar komen veel meer video's zoals deze. Dus mocht je dit interessant vinden, zorg dan dat je geabonneerd bent op het tweede kanaal. Want daar komt begin volgende week ook de video waarin ik 3 banken met elkaar ga vergelijken. Maar dat gezegd hebbende, laten we beginnen met deze video. En zoals gezegd gaan we hier dus 3 bedrijven rondom semiconductors met elkaar vergelijken. Laten we meteen gaan beginnen met het eerste aandeel. En dat is TSM of TSMC zoals ze vaak ook wel bekend zijn. Taiwan Semi Manufacturing Company. Ik denk de grootste speler wat betreft semiconductors. Heel veel andere bedrijven plaatsen ook de productie uiteindelijk bij TSM. Denk bijvoorbeeld aan Apple die dat doet. Kijken we naar de huidige koers, die is op dit moment net geen $125. Vandaag staan ze een klein beetje in de plus. En dit jaar zo'n 12,5% al in de plus, al hebben ze begin dit jaar hoger gestaan. Dit is het koersverloop van de laatste 52 weken. De beurswaarde, 650 miljard laten we zeggen, afgerond. Kijken we naar de koerswinst, die is 34, terwijl we op zoek zijn naar 20 of lager. Dus dat is helaas niet goed. Al ziet de forward PE er wel beter uit. Dus het komende jaar gaan ze waarschijnlijk, is de verwachting, meer winst maken. En bij dezelfde koers van dit moment zou dat betekenen dat er een betere PE ratio naartoe komt. De PEG ratio komt uit net iets boven de 2, terwijl we op zoek zijn naar 1 of lager. Kijken we dan naar de winstgevendheid. Die is heel erg goed. De netto winst 39%, stukken hoger dan de 10% of meer die we eigenlijk zoeken. Return on assets 19%, ook ruim voldoende of heel erg goed gewoon wederom. En datzelfde geldt ook voor de return on invested capital met 26%. Laten we dan gaan kijken naar de omzet, netto winst en cashflow. En belangrijk is om hier te zeggen dat het om de currency TWD, ik denk dat Taiwanese dollars voor staat. Ik weet niet precies welke currency het is. Maar in ieder geval, dat is anders dan dadelijk bij de andere 2 aandelen. De omzet die is toegenomen met 41% van 950 miljard naar 1340 miljard. Dat is zo'n heel erg goed. Ook bij de netto winst, dan gaat het zelfs nog beter. De netto winst is zelfs toegenomen met 56%. En uiteindelijk bij de cashflow, ook daar zien we een toename van 48%. Van 206 miljard naar 305 miljard. Taiwanese dollars laten we het noemen. En dat is heel belangrijk, want de cashflow is het geld dat het bedrijf kan gebruiken. Eigenlijk waarvoor het maar wil. Wil het een overname doen, wil het investeren, dividend uitkeren, eigen aandelen opkopen. Dus het is altijd belangrijk dat een bedrijf goede cashflow heeft. En we zien ook hier dat die best wel flink is toegenomen de laatste jaren. Laten we gaan kijken naar de price to free cashflow. Die is dan weer wel wat hoog. We zijn op zoek naar 25 of lager en hier zitten we op 67. En de price to fair value onder de 1, dat is ook niet gelukt, want die komt hieruit op 9,5. Dan kan het ook zo zijn dat heel vaak veel bedrijven wat hoger gewaardeerd zijn, juist omdat ze sterk groeien. Dus belangrijk is ook dadelijk om deze te gaan vergelijken met de andere 2 aandelen. Kijken we naar de schuldpositie. Die is gewoon erg goed. Ze hebben ruim voldoende bezittingen om op de korte termijn ook de verplichtingen aan te voldoen. Een ratio van 1,77, dus ruim voldoende. En ook op de lange termijn. Ze hebben veel meer bezittingen dan dat ze schulden hebben. Dus het schuldenratio is gewoon heel erg goed. Het dividend. Ze hebben 2% payout ratio. Komt uit op 0,05 dividend yield. Dat is niet zo heel veel. Maar het geld dat ze uitkeren, dat is voldoende vanuit de cashflow, vanuit de free cashflow. Dus ze hoeven geen geld te lenen om dat te doen. Dus ook dat is wederom een pluspunt. Kijken naar het aantal aandelen. Die zijn de laatste 5 jaar hetzelfde gebleven. 5,2 miljard aandelen dat ze bijna hebben uitstaan. Je zou het liefst zien dat het afneemt, maar in ieder geval niet dat het toeneemt, want dat betekent dat de winst over meer aandelen verdeeld moet worden. En dat is als aandeelhouder, als je de aandelen al hebt, dat is niet zo fijn. 0% is gewoon prima. Liefst had je lager gezien een mingetal. Maar dit is ook gewoon wederom top. En als we gaan kijken naar de koersinformatie, zoals gezegd, we hebben het koersverloop al gezien. Nu op $125. En de koers gemiddelde van de 50 dagen ligt daar iets onder. Maar die van 200 dagen ligt daar weer juist iets boven. Dus dat heeft natuurlijk te maken met hier de lagere koers, maar zeker die flinke piek die we eigenlijk hadden, denk ik, rond de jaarwisseling en de eerste 2 maanden van dit jaar.
En kijken we dan naar de gemiddelde koerswaardering. Die komt uit op 140. En dat is 12,5% hoger dan de huidige koers. Dus dat is wat analisten verwachten voor over 12 maanden dat dan de koers zou kunnen zijn. In ieder geval nog genoeg upside, laten we zeggen. En dan komen we uit bij een aandelenscore die er gewoon heel erg goed uitziet. Eigenlijk overal scoren ze hieronder een punt op, behalve op de waardering. Wat dus eigenlijk gewoon aangeeft, het is een aandeel wat op dit moment, vind ik persoonlijk, met deze statistieken waar we eigenlijk naar op zoek zijn, daar voldoet hij op het moment niet aan. Maar dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet is. Dus waarschijnlijk als de koers gaat veranderen, dan is de waardering in één keer een stuk beter. En we zien gewoon dat het een bedrijf is met heel erg goede winstgevendheid, heel erg goede groei. En ook de andere dingen zien er heel erg goed uit. Dus het is in ieder geval iets om op je watchlist te zetten. In ieder geval, dat is iets wat ik ga doen. En wil je nou beginnen met beleggen, bijvoorbeeld in het aandeel TSM of misschien in een ander aandeel, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de Giro. Dat gebruik ik zelf vaak en dan vooral voor de aandelen voor de lange termijn. Of wil je wat meer op de korte termijn richten, dan zijn ook Buxiro zeker interessant. En dan krijg je op dit moment een gratis aandeel met een maximale waarde van 200 euro. Of kijk naar eToro, wat juist interessant is, wat ik interessant vind, juist om te handelen op de korte termijn. En van alle besproken brokers vind je onder deze video trouwens een link. Dus mocht je gratis een account willen openen, maak dan gebruik van die links. Want op die manier help je ook het kanaal en zorg ervoor dat ik in de toekomst ook dit soort video's kan blijven maken. Gaan we door naar het tweede bedrijf. En dat is Nvidia met NVDA als tickersymbool. Laden even de gegevens. Als we hier vooral zien is dat de koers op dit moment $815 is. Het is dus nogal een aandeel wat, mocht het interessant zijn, dan is het vaak lastig om hierin te investeren. Zeker als je maandelijks maar 100 of 200 euro bijvoorbeeld wilt investeren. Maar toch gaan we even kijken, want het is gewoon een heel erg grote speler. En vooral de laatste tijd zien we ook echt een piek in de koers. Dus het is in één keer heel erg populair. En dit jaar staat het al bijna 60% in de plus. Een market cap van iets meer dan 500 miljard. En hier hebben we trouwens over dollars zometeen. Gaan we kijken naar de koers-winstverhouding. Die is 95, dus dat is echt heel erg hoog. Het ziet er wel naar uit dat het beter gaat worden. Dus dat is in ieder geval iets om in de gaten te houden. En een PEG ratio van 3,6. Een stuk hoger dan de 1 die we eigenlijk zoeken. En ook een stuk hoger dan bij TSM. Hoe zit het dan met de winstgevendheid? Nou, die is gewoon heel erg goed. Op alle drie de punten scoren ze ruim voldoende. Alleen op alle drie de punten doet TSM het ook een stuk beter. De netto winst van TSM is gewoon heel erg goed met 39%. En in andere jaren is die ooit zelfs nog hoger. TSM heeft gewoon zo'n positie. Die kunnen best wel de prijs opstellen. En de markt wil toch graag producten bij hun afnemen. Maar ook zeker deze 26% is gewoon heel erg netjes bij Nvidia. Kijken we naar de omzet, de netto winst en de cashflow. Dan zien we hier nog betere percentages dan bij TSM. Het is natuurlijk ook wel een iets kleiner bedrijf, dus het is iets makkelijker om te groeien. Maar een toename van 141% in de omzet de laatste 5 jaar is gewoon heel erg goed. En ook 160% in de winst of 214% bij de cashflow is gewoon heel erg goed. En hier gaat het dus om Amerikaanse dollars. Dus je ziet, het bedrijf heeft een cashflow van 1,5 miljard 5 jaar geleden en nu 4,7 miljard afgelopen jaar. Kijken we dan naar de waardering hiervan. Ook hier zien we een best wel hoge waardering bij de price to free cashflow. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de fair value. Stukken hoger ook weer gewaardeerd dan TSM. En zeker ook stukken hoger dan dat we eigenlijk zoeken. Kijken naar de schuldpositie. 16 miljard aan liquide bezittingen. Of in ieder geval snel liquide te maken. Bijna 4 miljard aan schuld. Dus ruim voldoende geld op de korte termijn om ook de schuld op de korte termijn te kunnen voldoen. En ook op de lange termijn ziet het er heel erg goed uit. En hebben ze ruim voldoende bezittingen ten opzichte van hun schulden. Het dividend. Ze hebben 7% payout ratio. Komt uit op een dividend yield van 0,08%. Vorig jaar hebben ze $371 miljoen uitgekeerd. Terwijl ze dus een free cashflow hadden van 4,7 miljard. Ruim voldoende cashflow dus om het dividend te betalen. Ze zou het zelfs 12,5 keer kunnen uitkeren. Dus dat is heel erg goed. En kijken naar het aantal aandelen. Dan is dat ook heel erg goed. Want het neemt namelijk af met 5%. Eigenlijk ieder jaar probeert of is zelfs een Nvidia bezig om in ieder geval wat aandelen zelf op te kopen. En dat is als aandeelhouder dus ook heel erg fijn. De laatste 5 jaar zijn er 32 miljoen aandelen eigenlijk van de markt afgegaan. Dus de winst wordt over minder aandelen verdeeld. En ook daarom ga je er eigenlijk 5% op vooruit als aandeelhouder. Je ziet wel dat ze in ieder geval denk ik rond de 1% per jaar van de aandelen van de markt willen halen door ze zelf op te kopen. Kijken we dan naar de koersinformatie. Zoals gezegd, de laatste maanden gewoon heel erg hard gestegen. We zitten wel in een opwaartse trend, want de 50 dagen en 200 dagen liggen telkens onder elkaar.
Het gemiddelde koersdoel komt uit op $737. En dat is iets minder dan 10% lager dan dat de koers op dit moment is. Dus ik denk, en dat kunnen we hier misschien ook al een beetje uit afleiden, dat in ieder geval de koers eigenlijk al vooruit is gelopen op de koersdoelen. Of dat de koerswaarderingen moeten worden bijgewerkt, omdat er de laatste tijd iets van nieuws is geweest, wat in ieder geval ervoor zorgt dat beleggers bereid zijn meer te betalen voor het aandeel. Dat is in ieder geval iets om naar te kijken. Kijken vervolgens naar de aandelenscore. Dan zien we eigenlijk een beetje hetzelfde beeld als bij TSM. Het is vooral de waardering die op dit moment in ieder geval niet aan onze voorwaarden voldoet. En daarnaast zien we dat de analisten eigenlijk een lagere koersverwachting hebben. Dus ook daar scoort die geen punt op. En dan gaan we tenslotte naar het laatste aandeel. En dat is Intel met tickersymbool INTC. Een aandeel dat ik wel ooit eerder heb besproken, maar juist in de video over Apple. Ik heb Apple gekocht, juist onder andere vanwege hun M1-chips op dit moment. De SoC's die ze maken zijn gewoon heel erg krachtig. En zeker als je het wegzet tegen het verbruik, het wattage van de chips. Maar Intel is natuurlijk wel een heel erg bekende naam die al heel lang meegaat. Het aandeel heeft een huidige koers van $57. Staat dit jaar zo'n 14% in de plus. En hoewel Intel heel erg bekende naam heeft, heeft de marktwaarde lopen ze een stuk achter bij de andere twee. Gaan we kijken naar de koerswinst. Die is op 12,5 bij de PE ratio. Dat is dus in ieder geval een checkmark voor wat betreft waar wij naar op zoek zijn. En ook stukken beter gewaardeerd dus dan de twee andere. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de forward PE en de PEG. Die zijn allebei hetzelfde. En zeker ook de forward PE van 2,35 is een stuk lager. Is nu wel goed namelijk en dan nog een stuk lager. Dus dat is zeker iets om even te gaan kijken van klopt dit of moeten we hier meer onderzoek naar doen. Kijken vervolgens naar de winstgevendheid. 27%, 12% en 18% komt redelijk in de buurt van Nvidia. Dus alles is gewoon heel erg goed. Maar TSM heeft hier op alle punten nog steeds de beste score, de beste percentages. En kijken we naar de omzet, de netto winst en de cashflow, dan zien we in ieder geval dat ook Intel nog steeds blijft groeien de laatste jaren. 31% toename in de omzet, 103% toename in de winst. Oftewel, de winst is de laatste 5 jaar verdubbeld van 10 naar 21 miljard. En de cashflow is gegaan van 12 miljard naar 21 miljard. Dus een toename van 72%. Dus ze hebben genoeg geld om het ook weer uit te keren als ze dat willen. Ook net als bij de PE ratio zien we in ieder geval hier een stuk betere waarderingen. De price to free cashflow, oftewel hoe vaak betalen we de cashflow, die is 12,06. Die voldoet aan onze voorwaarden van lager dan 25. En de price to fair value is hoger dan 1, maar beter dan bij de andere. Kijken dan naar de schuldposities. Daar hebben ze ook gewoon een heel erg goede positie. Ze hebben ruim voldoende cash, of in ieder geval assets op de korte termijn, om aan de korte termijn schulden te voldoen. En ook op lange termijn hebben ze meer dan voldoende bezittingen om aan die schulden te voldoen. Het dividend tenslotte nog, of in ieder geval niet tenslotte, er komen nog meer dingen. Het dividend, ze betalen 30% van de winst uit, oftewel het payout ratio van 30%. Dat komt neer op 2,4% dividend yield. Ze hebben vorig jaar $5,5 miljard uitgekeerd, terwijl de free cashflow bijna 21 miljard was. Dus ze hebben genoeg geld vanuit de cashflow om dat ook te doen. Ze zouden het zelfs bijna 4 keer kunnen doen, dus dat is ook wederom heel erg goed. En wat doen ze nog meer met dat geld? Kopen ze eigen aandelen terug? Jazeker. Kijken we een paar jaar geleden 4,7 miljard aandelen, nu nog zeg maar 4,1, oftewel 13% minder. Dus ze kopen ieder jaar aandelen van zichzelf terug. Ze halen ze van de markt. Dus als aandeelhouder is dat ook heel erg fijn om mee te maken. En ik verwacht ook wel dat Intel dit zal blijven doen. Geeft ook aan dat natuurlijk het bedrijf zelf vindt dat de aandelen nu juist goedkoop zijn. Interessant zijn om ze goedkoop van de markt af te halen. Kijken we naar de koersinformatie. Zoals gezegd $57. Allebei de gemiddeldes van de 50 dagen en 200 dagen liggen een beetje in de buurt. Heeft natuurlijk te maken met hier het lagere en hier juist de piek eerder dit jaar. De koersverwachting ligt zo rond de $65, oftewel 13% hoger dan wat de huidige koers is. Dus dat ziet er in ieder geval positief uit en heeft nog genoeg upside om eventueel ook in dit aandeel te investeren. En kijken dan tenslotte naar de score. Dan komt hij eigenlijk een beetje overeen met TSM, behalve dat op de eerste twee punten op de waardering Intel in ieder geval beter scoort. En het lijkt in ieder geval op dat Intel dus ook beter gewaardeerd is in ieder geval als we naar onze voorwaarden gaan kijken. En als je zo dus gaat kijken, dan lijkt Intel heeft in ieder geval de hoogste score behaald op de punten waarop ik let.
Die lijkt me dan het meest interessante. Dus dat zou degene zijn waar ik juist het eerste meer onderzoek naar ga doen. Want ik ga natuurlijk niet een aandeel kopen alleen op de uitkomsten van deze sheet. Maar in ieder geval, daar ga ik meer onderzoek naar doen. Ik ben erin geïnteresseerd geraakt. Dat is eigenlijk wel raar, want ik kocht dus zoals gezegd Apple. Juist omdat ik zag dat de chips van Apple veel krachtiger waren. Maar wie weet komt misschien Intel binnenkort wel met een product wat in ieder geval ook die kant op gaat. En dan zou ik er eentje hebben, TSM. TSMC-net, hoe je het wil noemen. Die is op dit moment niet de juiste waardering, lijkt me. Maar wel interessant genoeg, want heel goede netto winst, heel goede groei. Dus dat is er eentje in ieder geval om op mijn watchlist te zetten. Mogelijk in de toekomst daalt de koers, is het in ieder geval interessanter gewaardeerd en kan ik het dan oppakken. Maar ik ben ook vooral benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Laat dat weten in de reacties onder deze video. Welke van deze drie aandelen vind je interessant of welk ander aandeel in deze sector vind je interessant? En vooral waarom vind je hem interessant? Dus laat dat vooral weten onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. En wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Zorg dan dat je jezelf abonneert via de knop onder deze video, zodat je nooit meer een video mist in de toekomst. En zorg ook dat je dus geabonneerd bent op het tweede kanaal, waar ik vaker van dit soort video's zal gaan plaatsen. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.